Voor de laatste wedstrijd van Schaldes mochten zij het opnemen tegen kruisfinalistkandidaat Sikopi. Toch wisten de bezoekers dat ze de overwinning niet zomaar zouden krijgen, want door het gelijke spel van voorwaarts een dag eerder zag de thuisploeg een mooie kans om terug op de tweede plaats te komen. De bezoekers gaan goed van start en staan snel op 0-2, maar voor ze het goed en wel beseffen, staat Schaldes terug op gelijke hoogte. Schaldes groeit stilaan naar het betere niveau. Ja, maar je groeit meestal naar een vorm en de laatste week is terug aan het komen bij mij en de ploeg. Dus ik hoop dat we volgende week kunnen bevestigen en dan zullen we de kruisfinale met volle moed kunnen starten. Schaldes is op drive nu en Ollaerts maakt de 3-3. Het gaat verder door op hun elan en na een schitterende beweging en idem dito Korf maakt Bart Kleiman er 5-4 van. De thuisploeg laat weinig ruimte over voor Sikopi en het staat al snel 6-4. Het is naar ademhappen voor de bezoekers, want daar zijn ze al opnieuw, de 7-4. En zo liep Schaldes heel makkelijk uit. Nee, dus niet, maar ja, misschien gokken in het begin. Kunnen we misschien Schaldes pijn doen. We hadden direct die kloof geslagen. En dan denk ik dat ze hebben gezegd van we laten het gaan. Geen kwetsures en alles voor volgende week denk ik dat hun belangrijkste match wordt. Sikopi probeert aan te klampen, maar wij hadden alvast een meer gedreven team in gedachten. Ik denk dat ik dat ook had verwacht. Ik vond de eerste helft, we begonnen goed. We zaten dadelijk goed in de wedstrijd. Maar wat we dan defensief allemaal hebben gedaan, dat leek nergens op. Hè. Daar profiteert Schaldes van en het is David Peters die de 10-6 op het bord zet. De 11-6 komt er al snel en nogmaals met een mooie passeerbeweging. De thuisploeg is nu helemaal losgeslagen en scoort de 13-8. Een in goede doen Ollaerts mag je deze kans natuurlijk niet geven, de 14-8. Rusten gaan we uiteindelijk met 16-11, Sikopi in grote problemen. Ja, het was gewoon als je 16 doelpunten tegenkrijgt, de eerste helft, waarvan een aantal zeer domme, dan kom je in de problemen. Hè. Ik denk dat we 16-9 hebben achtergestaan, ja, dan weet je dat het al enorm moeilijk wordt natuurlijk. Hè. Sikopi verandert het geweer van schouder en komt terug tot op 2 punten, de 19-17. Dat wil Schaldes echter niet laten gebeuren en het is kapitein Kleiman die er 20-17 van maakt. In een sfeervolle arena gaat Schaldes verder door en scoort de 24-17 en dan weet je als coach hoe laat het is. Ja, dan is er zeker hoop, want je zit goed in de wedstrijd, je zit in de flow en dan krijg je terug in aanval een aantal aanvallen waar wat afval in je spel zit en dan blijf je ze niet onder druk zitten natuurlijk en dan maken zij terug de kloof en is de wedstrijd gespeeld. De bezoekers doen wat ze kunnen, de 24-21. Daar is Bart Kleiman opnieuw, de schitterende 25-21. Al die wedstrijden worden nauw gevolgd en wij moeten volgende week gewoon ons job doen en winnen van Kwik en stellen we die tweede plaats veilig. En dat is dus ons doel, dat we kunnen tegenstellen tegen voorwaarts. Dat zou moeten lukken. Het is David Peters zelf die de 26-21 eindscore op het bord zet en zo de overwinning veilig stelt. Voor Sikopi is het komende speeldag de battle van de waarheid en Schaldes mag geen problemen hebben bij Kwik. Al lag er op de maag van David Peters nog iets heel anders dan korfbal. Ben je op de hoogte van de uitslag van Beerschot tegen Lierse? Ik wist dat je dat ging vragen. Ja. Hoe voelt dat? Dat voelde niet goed, nee. Redelijk pijnlijk, ja. Was je er zelf bij? Ik was er zelf bij, ja. Maar alles kan nog, hè. Een 6-6 en we zijn gereden. Je bent dus met andere woorden optimist tot in de kist? Ik ben optimist tot in de kist, ja. Ja, ik heb het altijd verwacht dat het op de laatste speeldag zou aankomen. En, mijn spelers hebben in het verleden een paar nare herinneringen aan overgehouden, maar ik persoonlijk heb dat nog nooit meegemaakt. Dus ik kijk er wel naar uit om volgende week tegen AKC te spelen.